Aan de Parkweg in Nijmegen is sinds kort de weg versmalt. Voor bussen is het nu bijna onmogelijk om door deze straat te rijden, aangezien er te veel risico is op schade. Bewoners van de Parkweg werden door de gemeente niet op de hoogte gesteld van de wegversmalling. Zo zeggen zij zelf. We zijn op een dag wakker geworden en we zagen allemaal mensen hier aan het werken. Toen bleek dat ze drempels zouden neerleggen. Dat hebben ze gedaan met paaltjes aan beide kanten. Dus op zich wel fijn dat het verkeer wordt afgeremd. Maar daarna bleek dat die paaltjes te krap zaten, waardoor de bussen niet konden doorrijden. Toen hebben ze alle paaltjes eruit gehaald. Toen was het zo dat wij elke ochtend om 6:10 wakker worden, omdat de bussen niet meer afremmen. Ze gaan gewoon dwars door de drempels heen. Het was al niet vanzelfsprekend dat bewoners hun auto konden parkeren aan de Parkweg. Met de wegversmalling van nu wordt het alleen maar lastiger. Altijd, wij kunnen hier ook nooit parkeren, maar we hebben ons ook daarbij neergelegd. Wij wonen in de stad, dus het is een beetje geluk hebben of wij voor ons huis kunnen parkeren. Dat is meestal niet zo hoor, want 's avonds en een weekend is alles vol geparkeerd. Sommige buschauffeurs vermijden de Parkweg momenteel, omdat de buschauffeurs het oneens zijn met de aanpassingen aan de weg.